Ik vind het mooie kleurtjes. Ja, toch? Goede combi. Goede combi. Het is wel mooi. Kan je een beetje laten blenden. Oh, wauw. Magic. Ja, ik vind het wel leuk. Dat is de reden van de cactus. Ja, waarom hebben we een cactus? We hebben het over de eerste show, zenuwachtig. Zenuwachtig. Ik heb nog liever een cactus in mijn hol. Dan, nee, dat is, die heb ik sowieso liever nooit. Ik ben één keer ben ik heel hard in een cactus met mijn hoofd gegaan. Keihard. Oh, stond een cactus in de vensterbank en er hing een gordijn voor. En ik wilde iets pakken en ik ging met mijn hoofd door tegen het gordijn en zo BAM! Echt, er stond echt in mijn hoofd. Ik kwam zo naar boven en jij hebt gezegd, zit je nou met je aan? Ja, ik weet het nog, toen je op kantoor kwam, maar je had niks gezegd, dus ik dacht wat is nee, het? Ik ben een keer in een cactus gevallen toen ik dronken was. Oh. Na, ja, tijdens het draaien van, dronken, goed beschonken. Tijdens, wat was het nou, CS, Fuck the Lief 2? Oh, ja. Volgens mij was dat het, of was het, was Fuck 2. Ja, nee, maar ook een keer gewoon echt, omdat het leven. Ja, precies. Maar wat is de reden dat we dan cactus hebben? Gewoon, we gaan terug naar dat moment, wist je nog? Het is wel mooi, maar ik kijk er ook een beetje van, ja, niemand weet waarom ik cactus hier heb. Lulu, heb je al aan de mensen laten zien dat je een beetje overgewicht hebt? Lou? Lou, vertel eens even, hoe kom je wat zwaarlijvig? Hallo, vriendin. Kijk, zie je, ze is een beetje, ze heeft wel, ja. Spelen. En ze heeft gewoon honger, ze denkt ook, gemeten, nee, je bent gewoon op een amperanzoen nu. Dus ze is gewoon een beetje dikker. Ik kom dat ze ziek is geweest, dacht haar lichaam waarschijnlijk heel veel snel storage opslaan, maar ze is ook wel een beetje een dik lijfie. Ja, gezondheid. Oké. We gaan eventjes een beetje cardio, kom maar. Ja, kom. 1, 2, katje. Zie je? Ze denkt, dag. Pijn in mijn gewrichten. Dat was een dagje wel. Bilverwarming. Eigenlijk. Ik vergeet dat de hele tijd. Dat je de verwarming al aan kan doen voordat je gaat rijden. Dat is spannend, jongens. Dan is het gewoon al een... Ja, zo'n lekker heet grotje als je erin stapt. Oh, lokt dat wel. Ik hou ook niet van een lange jas, want je zit zo op de kloten met stof waar je op zit. En je kan niet goed, net zoals dat je haar lang is en je op een matras en je hoofd vast. Nou ja, iedereen weet wat ik bedoel. Ik kom even niet zo lekker aan mijn woorden. Vanochtend met Harley dus even naar de huisarts. Want ik vond er echt een beetje, bij mijn moeder had ze dat altijd, nou ja, krampjes, hè. En de tijd van jaar, dat verkoudheid en zo, dus daardoor was ze ook een beetje minder zuurstof. Dit is donker, hè, jongens, dat ze tot zich kon nemen. Maar ik las toch best wel veel over het RS-virus. Heel gebruikelijk bij kindjes, kleine baby'tjes ook. Moet wel goed opletten, want ze kunnen wat kortademig en benauwd. En al die symptomen en ze had het gewoon allemaal gisteravond. En ik dacht echt, ho, nee, niet relaxed. En dan was ze zo op mijn borst aan het kreunen. Stopte ze gewoon een paar seconden. Dacht ik, stom, waarom doe je dat? Het is één, shock of my life. En dat bevestigt ook nog eens dat je het dus hebt. En ik vind het een heel eng virus als ik lees. En zo, mensen en ervaringen moet je nooit doen. Het internet is natuurlijk... Echt bangmakerij ten top. Maar je moet wel goed weten wat heeft je kindje en wanneer trek je aan de bel. Dus dat is wel goed om dan wat informatie op te zoeken. Toen dacht ik vanochtend, we gaan gewoon naar de huisarts. Ze dronk iets minder goed. Weet je, snel overstuur. Ik denk, nee, niet relaxed. Dus laten zien. Oren gecheckt, hartje geluisterd, longen geluisterd en temperatuur. En dat was allemaal in orde. Wel zag je ook dat er handjes wat paars waren, wat grauw en blauwig in het gezicht. Als ze dan zo een beetje zo'n kreun attack had. Is allemaal niets om je zorgen over te maken nu. Maar gaat ze dan heel erg spugen of gaat ze erbij ook nog eens slecht drinken? Dan moesten we aan de bel trekken. Dus dat ga ik ook zeker doen. Maar ik hoop gewoon dat we daar niet komen. Toch, dat is een lekker idee eigenlijk. Dat is beter, fijner, chiller. Ja, maar Brianna was vandaag beter en het ging echt lekker. Ze was mee naar buiten, het zonnetje scheen, de meid was vrolijk, Frenkie mee naar voetbal. Dus alles was ook... Rijd ik nou verkeerd? Ja, je rijdt verkeerd. Ik moet Frenkie ophalen en ik rijd verkeerd! Ik rijd naar het huis van mijn schoonmoeder, maar... Obviously, Er is net waar hier is. Hier, nou, zo. Het is misschien gewoon tijd om... kindje vroeg naar bed te gaan, ja! Is
Dus morgen krijg je te horen of je in het voetbalteam zit. Ja, maar ik kan huilen als ik er niet in zit. Maar nee, maar bij Jozef toch altijd naar jullie appen en dan jullie moeten het aan mij zeggen. Hoor. Loes, stop eens met een geluid. Dankjewel. Ja. Loes, stop eens met een geluid. Ja, juf Charlotte, die gaat... Mika en Lulu! Ga zitten! Zit! Ga zitten! Met je kwist op mijn kont. Zitten! Zit! Heel iets anders, maar oké. Een cameraatje. Oké, dus mijn juf Charlotte gaat appen naar jullie. Berichtje sturen, ja. Berichtje sturen naar jullie. En jullie moeten het zeggen aan ons. Aha, dus wij moeten het vervelende of het leuke nieuws brengen. Ja. Zware taak wel, Frank. Dan moet je zeggen... Het niet leuke nieuws is dat je als het, stel je zit er niet in, dan zeg ik er gewoon meteen, Frank, je bent er niet in. Ik ga niet grappen daarover maken, want dat is niet leuk, toch? Nee. Nee. Oh, je vader. Hallo, Frankie. Hoe gaat het? Achter je. Ompie Joy. Daar staan ze, de nieuwe stoelen. Bank is weg, is nu onderweg naar oma. Deze is ook al weg. Of ging deze naar oma? Nee, die grote ging naar oma. Deze die hier zat ging naar oma. En volgens mij wilde die zoon van Marcel deze Pimpelicious chair, toch? Die rode. Hij wilde het voor ze. Voor ze, ja, het is een soort van man cave. Zo'n grot waar alle boys chillen. En dan gaan ze daar Gimma spelen en Chicky zo slop in mobiel. Nou, dan wilde hij deze stoel voor, dan kon hij daar lekker in chillen. Beetje gebruiksporen, maar dat vond hij wel mooi. Ja, oh, je moet afscheid nemen. Hier komt een hele mooie bank voor hier in de plaats, Frank. Je wilt dit houden, dit lelijke gedrocht. Nee, dit is het. Nee, maar dat komt. Op de bank, die komt, zit ook zo'n chillstand. En hoef je niet meer te trekken, doe je gewoon een knopje en dan gaat het zo. En aan beide kanten. De weerszijdekant van de bank heeft zo'n uitklapding. En dan kan je met z'n tweeën daar zitten. Dat is een breed. Oh, je zit gewoon te knikken maar. En dit is, en er veld is ook nog een poefje voor deze. Maar ik weet even niet waar die is. Het heeft één poefje. En dan gaan mensen dan vechten wie hier zitten, van wie mag de poef. Maar ik denk dat ik wel zo'n type ben die gewoon zo lekker dit toch? Dat je zo er een beetje op chillt. Hier, dit. Is ook een poef. Novi Jess! Novi Jess! Novi! Novi! Kom maar. Novi, gaan we slapen? Nee? Lekker, zeg maar nee. Nee, jongetjes, we gaan wel. Het is 7:55. Het is tijd. Nee, maar ben jij ook? Ik ga naar boven en mezelf klaarmaken. Oké, je bepaalt meteen dat mijn avond ook voorbij is. Nou, ik moet nog best wel wat werken. Aangezien ik zaterdag voor het eerste podium sta, er zijn nog wel zo'n dingetjes die moet afwikkelen. Ga je werken boven, omdat hier beneden is het druk. Kijk eens gezicht. Ik verkoop het goed. Je maakt een lekker punt. Nou, misschien wel. Kom je mee, in ieder geval? Ik ga. Als het goed is... Even licht aan. Heeft mijn overbuurvrouw een pakketje is voor me aangenomen. Jace is aanstaande zaterdagjarig, die oudste van Jennifer. Alleen ik kan er helaas niet bij zijn met hem spelen, maar ik heb wel iets heel leuks besteld voor hem. Toch? Is wel besteld, even geleverd. Yes. Als het goed is. Oh, dit is dan... Ja. Dat dit is twee. Ja, het zijn er twee. Ja. Hoe gaat het met tandenpoetsen hier? Ik heb een pakketje. Ik zei tegen mijn zoon dat ik alleen iets voor Jace had besteld, maar ik heb ook iets voor jou besteld. Ja, snel speelgaan. Hup, oh sorry, dat was mijn hup tegen jouw bibs. Okay. Mag ik je tong zien? Ik ben nog niet klaar. Nee, je bent zeker niet klaar. Gaan we even afmaken en dan gaan we het doen. Ik ben hier nu toch? Ja, ik snap het. Excitement. Ondertussen haal ik mijn mascara eraf. Wat is? Je weet het niet. Je weet het niet. Je denkt dat je het weet. Ik zeg het nog niet tegen de kijkers, maar ik weet het wel. Je weet misschien een deel. Het begint met de M. En eindigt op Asker. Dan zeg je het. Oh! Ja, boys. Sweet, very sweet. Dit eerst even opmaken. Wat voor Jason we gaan. Check dat eventjes eerst uit. Yo, het is niet voor mij dat je denkt. Nee, maar dit vindt Jace dus super leuk. Kijk nou. Hier kan je breed leuke armbanden mee maken. Maar dit is niet... Jawel, het is wel. Wat ik op de afbeelding zag. Dan heb je allemaal van die gouden dingetjes. Je kan hier namen mee maken of letters. Goud, go to! Snap je? Go to. Dus zomaar zeg je het niet voor mij. IJzer! Is wel leuk hoor. Is wel voor mij, man. Hier kan die leuke dingen mee maken. Oh, ze hebben ook schelpjes. Kijk daar, hier. Kijk, schelpjes. Is dat cool?
Dit is echt leuk hoor. Dit vindt hij leuk. Nou, dan krijgt hij dat. Ja. Dit openmaken. Nee, misschien. Masker! Ik heb er twee. Ik heb er twee. Ik dacht, misschien is deze. Nee, maar die wil ik. Ja, oké, testen. Is het met, dat vraag ik me dus af. Is het met batterij of is het? Het is met deze. Ja, maar we gaan het testen, vriend. Jace geeft een neonfeest. Superleuk. En pas wel op, het is wel een beetje kwetsbaar, breekbaar. Een beetje breekbaar stond er bij de omschrijving. Dus niet hard trekken. Ook als je hem zaterdag op hebt, niet allerlei kindjes van je hoofd laten trekken, want dan kan het ook stuk. Ai. Oké, terug. Oh, wie kan hem hier zitten? Zo cool, Frankie. De flikkerstand, oh, hilarisch. Hij knippert. Of deze, minder actief. Het is geweldig. Ik ga die andere. Wacht, ik doe die andere ook op. Holy. Hey, dit is super cool. Hallo. I am your face. In 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 your face. Waarom zeggen we in your face? Weet ik niet. Licht uit. Doe het licht. Ellie, doe het licht uit. Stoere maskers, vriend. Cool, hè? Waar heb je dat gedaan? Gekocht. Kom, we gaan naar het oma. Ja, doe het licht uit. Oh, nee. Oh, nee, ze zien ons. Eerlijk, is cool, toch? Ja. Het is cool, hè? Kijk, we doen even het licht. Ja, we doen het. Ik doe het. Ik kan niet sneller uitkrijgen dan dit. Ja, maar Frank, doe eens relaxed. Je doet zoveel licht aan, juist. Kijk. Kijk, hij wil het even laten zien hoe cool het is. Aha! Spannend, hè? Is wel tof, hoor. Is cool, hè? Is het voor de disco? Het is voor zo'n disco? Nee, een feest met Jay. Ik wil het niet, man. Nee, Lulu niet. Als je dit ziet op straat, dan ga je toch slag, Brianna? Mooi, hè? Ik heb Ben. Nee, Novi zou bang zijn. Novi zou dit. We gaan niet aan Novi laten zien. Nee, dat is niet een goed idee. Je hebt ook meer de standjes. Laat je standjes zien. Ja, kijk. Woe! Wow, dit is disco. Dit is die disco stand. Dat is, ja. Cool, hoor, Frank. Die van jou is mooi. Het lijkt op Mortes de las in Mexico. Was op de dag. Ja, Mortele. Oh, ik heb ook. Oh, ik heb ook deze. Ik heb ook deze fanatieke stand. We hebben Ellie al gezien, zegt ze. Ze was geschrok niet. Ellie is ook niet te schrikken, hè? Maar dat komt als je zoveel horrorverhalen hebt gezien in je leven met al die films. Dan schrik je niet meer zo snel. Oh, maar hij is zonder ook cool. Hij is cool wel, hè? Ja. Ja, joh. Mooi spul. Moesten ze dit meenemen? Nee, maar het was een neon disco feest. Toen dacht ik, dit is leuk. Ja, ze keek ook. Ah, nou, als ze hier niet van gaat huilen, dan is het er niet zo. Mag ik deze hebben? Ja, wat denk je? Het is geen. Maar hoe reageren we? Yes. Dankjewel. Oh, yes. Yes, I have the best mom. Nou, gisteren bij de huisarts geweest, maar vandaag ging het niet veel beter. Vanochtend wel fles gedronken, we daarna weer. Zo onrustig, een beetje huilen bij mij, geslapen. Tot 9 uur, toen ging ik weg. En toen kwam ik terug. Nou, wat is het? 9:30 terug. 11:45, 11:30. Wilde de fles niet. En jij dacht misschien met Henna dat ze een wondje had in de gehemelte. Want misschien een beetje bloed ergens. Maar je zag dat wondje op een gegeven moment ook niet meer. Dus ik maakte gewoon de conclusie, zit het gewoon niet het bloed in haar slijm. Van het ophoesten. Toen belde ik maar even met de huisartspraktijk en dan kan je zo druk 1 voor nood. Ik vind dit nood, persoonlijk. Ik vind dit nood, dus ik druk op dat nummer. Een beetje, ik weet het, ze doet haar werk, maar ging even niet helemaal lekker. Ik zeg, dit is de situatie, met 2 maanden oude baby gisteren geweest. Dit is nu de nieuwe situatie. Oké, want wat is dan direct het nood? Ik zeg, nou ja, dat bloed in de slijm, de hoesen op. Laten we daarop houden, dit wat je hoort. Echt last van dit vastzittende slijm gewoon. Unrelaxed. En toen zegt die mevrouw, oké. En want ik hoorde nu spelen op de achtergrond. Ik denk echt. Maar ook nog, Harley was aan het
Ze was echt aan het huilen. Echt gewoon. Ze kon niet eens goed huilen, want dat was een kortademige huil, toch? Ik hoor het nu spelen op de achtergrond. Ik zeg nog één keer. Ze is 2 maanden. Ik probeer alleen te helpen. Ik zeg, Ik zeg maar niet. Niet per se. Ik zeg, we gaan door. Ik was echt geïrriteerd. Ja, want ze zegt ook dat deze lijn moet je echt ophouden voor nood. En toen zei ik, wat wil je dat ik doe? Toen ging ze overleggen. 100 jaar. Toen is echt te lang. Ja. En toen zei ze, hoe oud? Waar wonen jullie? Nee, niet hoe oud. Waar wonen jullie? Kom maar meteen langs. Ik denk dat je sowieso, nou ja, je kan echt wel leukere mensen naar telefoon krijgen. Ik wil er nog, ja, wil nog de Benedict of de Doubt geven, maar weet je ook wat het was? Want je hebt gezegd, ik ben gisteren gekomen en nu is het eigenlijk verslechterd. Ja, het is nu zo. Dus dan zou je denken, oké, kom maar direct gewoon, weet je, ga ik er niet naar. Het aan het spelen, heeft ze gegeten, heeft ze krampjes. Dat vroeg ze toch ook, heeft ze krampjes? Nee. Ik dacht, ik zeg maar eventjes. Ze heeft namelijk de laatste keer, het is nu 11:15, de laatste keer ze gegeten heeft, is 6:30. Dus, ja, dus ook. Dus ik zeg, het kan niet van een krampen zijn. Ik wou dat gewoon zelf uitsluiten. Ja. En toen kwam ze mijn horeca nu spelen op de achtergrond. Toen dacht ik echt, oké, ik hoop dat ik straks bij die balie jou niet tegen. Jezelf in wil vinden in deze situatie. Dit is echt akelig. Bij de spoedeisende hulp. Ik vertel het kort, misschien op een ander moment even langer. Er was te weinig zuurstof in het bloed en dat was alarmerend genoeg om meteen naar het AMC te gaan. En daar hebben ze gekeken naar haar hartje. Nee, vanaf het OVG. Sorry, OVG. Daar. We zijn met OVG gestart in Best. Oh, ja. Toen zijn we naar AMC gegaan, toen naar een ander ziekenhuis. In ieder geval, we hebben er 3 gezien, 3 ziekenhuizen. En we zijn nu hier. In hoeveel uur? Het is nu 10:00 en we begonnen om 11:30 bij de huisarts. En ze zagen op de eerste echo, omdat ze het vermoeden hadden dat het, waarom het zuurstof zo laag was, of aan het hartje. Of misschien een luchtweginfectie, maar dat was het niet, de laatste. En het is aan haar hart. Ze heeft een hartafwijking, is ermee geboren. En het kan geopereerd worden, ze gaat ook geopereerd worden. Maar ze was echt, het was echt even kantje boord. En ze moeten gewoon goed stabiel houden, dat is nu ook zo. Maar dit is echt een nachtmerrie van iedere ouder. En zo heftig, gekke lijpe rollercoaster waar je zit. En we blijven heel positief en we hebben goede moed. Ze is sterk. We zijn gewoon blij dat ze nu zo bij ligt. Ja, want het was vandaag in het begin van de dag echt anders. Heel anders. We zijn gewoon blij dat ze nu, maar het is net een film. Het is gewoon echt net zo. Nee, net een film, dat bedoel ik niet. Het lijkt alsof je in een slechte film zit. Ik bedoel, echt alle dingen die je verwacht, die maak je mee. Je wordt in een kamer getrokken door artsen en wordt je verteld dat het niet goed, dat ook verkeerd kan aflopen. Ja, dat het verkeerd kan aflopen. Dat je daar rekening mee moet houden. Dat het ernstig is. Ja. Je gaat van ene ziekenhuis naar een ander ziekenhuis. Wanneer een ander ziekenhuis? Omdat daar weer een specialist is, daar weer een specialist. En elke keer op kinderintensive care. En dan als je dan op die afdelingen komt. Allemaal we komen met Harley, maar er zitten alleen maar kinderen van deze leeftijd. Zulke bedden, zulke baby's. Echt intens. En ik blijf hier nu vannacht slapen. Jij gaat naar huis, naar de jongens natuurlijk ook. Ja, we hebben gewoon nog ook 2 andere kinderen. Zeker. En ik zal bij haar zijn. Lekker dat ze, kan ik lekker met haar kletsen, kan ik haar aanraken, kan ze mijn stem horen. Ik weet niet of ik ga slapen of ik rust pak, maar dit zegt
mijn gevoel dat ik dit nu moet doen. Jij gaat je meest rust pakken als je hier ligt. Ja. Niet als je thuis denkt, denk ik. Nee. Tenminste, dat wil je niet eens. Dat wil jij niet. Jij niet? Jij wil niet. Nee. Dus zo ziet het er nu uit. Er is even geen voorstelling, er is even geen werk, het is alleen maar even dit. Waarom voel je je gedwongen om dat te zeggen? Nou, dat het gewoon, dat je hele leven staat op zijn kop. Weet je, vanochtend stond ik op van, morgen ga ik spelen. Ik ga vandaag alleen maar het script lezen. Even andere openingen bij de try-outs. Je bent heel daarmee bezig. Dat is gewoon, in een topfocus wil je komen tot die 24 uur later. Weet je, maar nu is hier mijn topfocus. Er zal niemand zijn die je kwalijk neemt. Nee, dat weet ik, maar ik vertel gewoon even wat er door je heen gaat. Ja. Nee, dat weet ik ook. En weet je, ik ben gewoon ergens anders nu hard nodig. Dat snapt iedereen. Naast dat je hoofd er totaal niet naar staat. Moet je mensen aan het lachen maken. Ga je af, ga je met janken in de coulissen. Super ongemakkelijk en weird en niet de volgorde. En het hoeft ook niet, dus... Gek, hè? Vanmorgen stonden we op. Niet wetende dat we een paar uur later gewoon... Toch? Mm-hmm. Toch? Je ging gewoon even naar de huisarts. Je ging even naar de huisarts en je dacht je komt zo terug met... Voor de tweede keer dat ik dacht, even nog dubbelcheck. Glamping life dit, maar het is helemaal oké. Ik ben lang blij dat dit kan, man, dat je hier kan slapen. Och. Moet je kijken met een snoer en een apparaat en een eiland. Jongens, hé. Lijkt wel of de server van Google staat aangesloten op daar. Wat een kanon grote apparaten. De controlekamer van, Zo voelt het een beetje. Ik denk, ieder apparaatje staat in dienst van haar. En ik ben zo blij. Zo blij dat die huisarts die ik vandaag aan ons doorgestuurd heeft. Daar ben ik zo blij om. Och, hij belde nog in de auto. In de ambulance. En ik zei dat ik zo dankbaar was dat hij ons had doorgestuurd. Het is echt goed van je, ja, dat jij bent gekomen. We blijven gewoon positief. We zijn positief. Ze is een sterke meid. Als ze de vechterskracht van haar papa en mama heeft, dan zit ze nu te dromen over de toekomst. Hoe ze met haar opgelapte hart de wereld tegemoet lacht. Tjonge. Wat zijn we toch gezegend met dat we in een land wonen waar de medische zorg, in ieder geval niet altijd, want ik weet ook dat er ook dingen niet goed gaan en alles, maar laten we het zo zeggen dat we wel in een land leven waar we gewoon ziekenhuizen in kunnen lopen en niet moeilijke constructies met verzekeringen en überhaupt, weet je, hier een relatief klein land waar we meerdere ziekenhuizen hebben. Jezus, hé. Zo, je woont in een rimboel en je kind loopt helemaal blauw aan en je denkt, waar is het van? En er is geen zorg. Oh, mijn lieve, ik kan iedere keer als een zuster komt, als er een piepje hier afgaat en die tikt weer iets bij. Van, het zijn gewoon alarmpjes die we hebben ingesteld van de waardes die goed blijven. En dan doet ze weer iets en dan gaan die waardes weer naar perfect. En ze wijken dan een beetje af en toe en dan stellen ze dingen bij. Ik kan ze iedere keer wel een knuffel geven van, dank je. Thanks for being here. Je blijft de hele nacht, hè? Ik ook, maar jij ook, toch? Jij hebt verstand en ik heb spanning, dus daar hebben we niet zoveel aan. Oh, jongens, ik ben kapot. Het is ook zo heftig om al die kleintjes hier te zien. Oh. Echt waar, jongens, je gezondheid. Wees daar blij om. Ik hou echt van hoogtepunten in je leven. Of je dan doelen behaalt, of met mijn werk is, of persoonlijks, maar je gezondheid is echt het allerbelangrijkste. Wees daar iedere dag dankbaar voor. Ik ben zelfs nu dankbaar dat ook al is haar hartje niet
zoals die van jou en van mij zijn bij de geboorte. Dat hij nog steeds sterk genoeg is om hierin te liggen. En we visualiseren ons gewoon naar die operatie. En dat ze er gewoon sterk uitkomt. Daar moeten we dankbaar voor zijn. Voor onze gezondheid. Ik ga nog eventjes een beetje serie te kijken. Ik hoop eigenlijk, weet je wat ik moet doen? Want die geluidjes zijn toch intens. Dat gepiep. En ik kan er ook een beetje van schrikken telkens. Misschien moet ik gewoon zo'n white noise dinges aandoen. Alleen, ik mag de stopcontacten hier niet gebruiken. Ik heb mijn lader ook niet. Die moet Ressen vanmorgen meenemen. Dus mijn telefoon zal misschien uitvallen. Misschien heeft hij mij het vast wel bij de balie. Mocht hij uitvallen, dan plug ik hem vannacht of morgenochtend erin. Kom maar goed. Zit ik nu mijn laptop ook al opladen? Zodat ik toch nog een beetje mailtjes kan... Ja, jullie zullen wel denken, doe normaal. Focus op je kind. Maar je bent toch nog een beetje... Weet je, we hebben een eigen bedrijf, dus je moet wel een paar telefoontjes plegen. En dit, en de theaters, en een theaterproducent, en mijn regisseuse. En iedereen begrijpt het, maar je moet wel een paar dingen regelen. Dus zodoende, maar ik ga nu even Netflixje kijken en... Hopelijk pak ik een beetje een paar uurtjes. Harley, ik hou van je. Mama kan ook nog een liedje voor haar zingen. Ik denk gewoon dat het praat. Dat zo hoort ze me. Ik zing nu niet heel geweldig, want mijn neus is compleet. Weet je, je zou denken, zoveel zuurstof in je met tanks. Ik wil er ook al aan. Die doorgang kan bij mij ook wel even een beetje hulp gebruiken. Maar ik zal een liedje voor je zingen. Het is misschien niet heel mooi. En ik weet niet of onze buurvrouw hiernaast heel veel zin heeft. Er ligt ook nog een klein patiëntje naast ons. Voor een paar maanden, 4 maanden. En die was ook geboren met een hartafwijking. Maar dat hadden ze gezien op de echo. Maar Harley niet. Dus ze gaan ook even de verloskundige praktijk bellen. Gewoon puur, van niet op de vingers tikken, maar gewoon puur samen naar de beelden kijken. Van hey, wat in het vervolg misschien eerder door jullie gezien kon zijn. Mogen wij ook de echo zien? Kunnen wij wel iets zien? Zodat we jullie kunnen informeren dat dat dingen zijn die wel opvallend genoeg zijn. Weet je dat? Het gaat voor alles door mijn hoofd. Het is heel druk, maar tegelijkertijd ook wel heel stil. Maar ik probeer positief en krachtig te zijn. Net als jij, hè, Har? Ja, misschien moet ik Proud Mary zingen. Left a good job in the city, working for a man every night and day. Yeah. But I never lost 1 minute of sleeping. I was worried about the way that things might have been. Ooh, big wheels keep on turning. Harley keeps on burning and we roll it. Rolling, yeah, rolling on the river. Ik ga veel liedjes voor haar zingen. Ik ga straks gewoon weer opstaan en weer knuffelen en kusjes geven. Ja, het mag ook gewoon. Het mag ook gewoon. Alles is goed. Vreselijk schrikken vandaag, maar... Ik vertrouw op het universum. Ik vertrouw op een... Goeie afloop. Ik zit nu in de ouderkamer, zoals ze dat noemen. Omdat ze moeten iets doen waarvoor ruimte steriel moet zijn. Dus dan moet je eigenlijk van de kamer af. Ze hebben de medicatie gaan via zo'n infuusje, hier een polsje. Maar ze willen eigenlijk een wat grotere doorgang hebben. Zodat ze beter kunnen bijsturen telkens, omdat ze naar de waardes kijken. En doordat ze weer beter in slaap gaan worden, want ze een beetje actief. En dan bij die activiteit hoort weer een bepaalde waarde. Dan zakt er bloeddruk en ze willen dat liever wat hoger hebben, zodat er meer zuurstof bij het bloed komt. Ingewikkeld verhaal. Het is een beetje waar het op neerkomt. Dus iets meer in slaap gehouden worden. Dus die dosering wat hoger. Maar ja, dat heeft weer effect op alles. Dus om dat goed te kunnen doen. Een grotere doorgang
voor de medicatie. Dus nu zit ik hier. Ik werd een beetje wakker ook, omdat ze ja, in de ruimte waren en overleggen en doen. En nou ja. Jongens. Zeg, het kan een uurtje duren. Dat is op zich niet gek. Het is een beetje gepiel natuurlijk, met kleine vaatjes en zo. Shit, mijn crackers heb ik in die ruimte. Ja, ik heb wel eten nu hier in de koeling, want mijn schoonmoeder en die meiden en ook Harvey, mijn schoonvader, met Deborah, waren gekomen. Alles meegenomen, van badjas naar eten, vis. Speciaal, want ze hadden bij het eten gehaald, maar dat was vlees. En toen zeiden ze, nee, Nieke is vegetarisch, dus we kunnen een beetje vis meenemen voor haar. En ook wat crackertjes met kaas en mijn eigen kussen. En oh, zo lief. Voordat ik ging slapen, hebben mijn papa en mama gebeld en mijn zus Jennifer. Ik moet Chantal ook nog even een appje sturen. Want ze kan straks, als in de loop van de dag... Ja, een berichtje, och, dat is toch lijp, jongens. Je wil dit een soort van niet, ik wil niet zeggen niet delen, maar je wil het gewoon in stilte een beetje aangaan. En de mensen die naar de theatervoorstelling zouden komen, hebben een e-mailtje gehad. Maar je weet zelf dat, wat ontgaat altijd een plukje mensen. Dus ik dacht, misschien is het ook slim om dat via Instagram eventjes duidelijk te maken hoe het eruit ziet voor de mensen die voor de aankomende eerste shows zouden komen. Maar dan denk ik, tering, moet ik een bericht daarvoor maken? Wat zet ik in zo'n bericht? Wat... Wat een nachtmerrie dit. Zoveel spanning voor haar, voor het lijfje. Geen oog meer dicht gedaan. Maar het bleek, maar zo dankbaar, want ze kregen een spoedoperatie dus vannacht. Niet de grote operatie die eigenlijk nodig is, maar een spoedoperatie om in ieder geval die doorloop goed te laten doen. En daar is ze goed uitgekomen. Ik ben zo blij. Les en ik zijn echt, we kunnen een klein beetje stress van ons afgooien. Maar ze gingen dus heel kritiek de OK in. En ze liet eigenlijk na een half uurtje meteen weten, want Leslie was dus onderweg in de vroege ochtend. En toen liet ze ons weten van, ze is nog niet geopereerd, maar ze ligt aan de hart-long ademhalingsapparaat. Dat heeft een andere naam natuurlijk. Beademing, hart-long beademing, dat apparaat. En daardoor was ze stabiel. Maar omdat er zuur... ik word daar zo zenuwachtig van de hele tijd. Oh, een medicijn. Ja, het is een medicijn. Het is op, toch? Staat dat er? En doordat het zuurstofpercentage zo laag was in haar bloed, ja, het is gewoon heel gevaarlijk. Het is er meteen overgestapt. En echt, universum, alle grootheden. Mysterious forces die er zijn. Echt dankbaar, dankbaar dat ze er goed uitgekomen is. Tuurlijk kunnen complicaties ontstaan, tuurlijk. Het is niet dat ze nu in één keer naar huis op mijn borst. Nee, ze ligt daar. Ze heeft echt een... Ja, maar als de rits zo groot. Natuurlijk een Jaap in de kleine lijfje. Maar de artsen en wij zijn zo blij dat dat goed gegaan is. De circulatie goed gaat in het hartje. En de volgende stap is dan over een half jaar of een paar maanden... 8 maanden de grotere operatie te doen, zodat ze daar echt volwassen mee kan worden. En dan zou ze nog een keer, omdat ze nog volgroeid is, maar dan moet er weer een aanpassing worden gedaan, omdat alles wat ze, zeg maar, aanpassingen doen aan het hart, die groeien niet mee, weet je, als ze een weefsel
van een dier of wat dan ook. Volgens mij doen ze rundweefsel, doen ze, ja, daar doen ze de aanpassing mee. Om in dit geval een iets te vernauwde doorgang te verbreden. Dan is dat op de 18-jarige leeftijd of misschien 20 of misschien 16. Als het heel vlot groeit, dan is dat niet meer in verhouding met de rest van het hart. Dus. Maar dat is voor latere zorg. Wat een akelige, akelige uren. Hebben Res en ik en natuurlijk ook onze ouders, tantes, schoonzussen, achter de rug. En iedereen leeft ontiegelijk mee. En we gaan straks lekker Frankie en Novi zien. Want daar heb ik ook wel zin in. Als iets vies smaakt en het ziet er vies uit. Ja, maar dan denk je soms. Want ik zag ook nog gehaktballetjes. Dus je dacht maar tomaat. Is een soort van. Quats. Ja, maar toch eet je het gewoon. Ja, toch omdat je dankbaar bent dat je eten hebt. Maar eigenlijk denk je echt. Was dit niet gewoon ooit saus, chili con carne en ze hebben er gewoon wat. Weet toch? Water? Oh, dus aangelengd met water. En daar hebben ze zo rauwe lente-ui in geknald. Wat doet dit erin? Wat is dit überhaupt? Wat is dit? Spinazie? Ik denk. Het hoort niet in tomatensoep. Maar de vraag, is het tomatensoep of is het gewoon Mexicaanse chili dip met spinazie? Geen chili dip. Ik kan niet zoveel misgaan met een Vietnamese lumpia, dus ik ben wel tevreden. Maar dit was niet degene, er ging wel wat mis. Nee. Tuna melt, wat is het? Maar dan niet, hè? Als iets, je weet niet hoe lang iets al ligt in de vitrine en dan denk je echt... Moet ik het nemen? Okay, is het vers of is het... Ik heb nog honger of zo. Want ik kan zeggen, ik heb trek, maar ook vermoeid. Er gebeurt veel. Ja. Hoe lang blijven jullie hier nog? Snel. Nog wel een tijdje, een paar dagen minimaal. Kijk, je bent aan het lekken. Oké, dat is heel veel. Dat is... Had je de gedachte dat we vandaag weggingen dan meteen? Ja. Nee, sorry schat. Ondertussen is Novi hier gewoon... Filmen. Ja, maar dit kan toch niet? Nee, het is dat niemand... Dus je wil graag dat mensen zien hoe die is? Oké. Okay. Hihi, haha. Ah. Jullie hoeven me niet te begeleiden. Ik snap helemaal hoe het werkt, tafels en zo en stoelen. Ik doe gewoon mijn dikke sanka lekker overal. En dan, ja, lach man. Je auto's al vind je weer. Frankie, ja, je hebt me gemist, hè? En mijn grappen. Kijk hem, ah, ik zit. Ah, ja, hier is het voor bedoeld. Maar dat is niet waarvoor je het gebruikt. En opeens is de tafel een trommel. Daar gaat hij weer. Dus even kijken, waar kan ik er nog weer heen? Deze, yes! Ah, leuk man. En doei. Wie gaat via de tafel op de stoel? Belorig. Nou, zijn we niet. Je kan ook gewoon via deze kant op een stoel en dan gaan zitten, heel braaf. Je hoeft niet zo te gaan. Gekke boef. Ja, lachen man. Stichting Hartenkind. Tikkies heet het. En dan krijg je zo'n ring. Een ring. En voor iedere behandeling ding wat ze doen op de van een infuus tot een in dit geval plaatsen van die shunt. Zeg het goed? Shunt, ja. Dit, dat, allerlei. Weet je, een echo. Krijg je dan een bedeltje. Nou. Aardige verzameling al. Er zijn gewoon kindjes met meerdere ringen, zei ze. Oh. Het is wel intens hoor, dat je zoveel op zo'n klein lijfje moet doen. Dat is wel iets moois, ook goed om later uit te leggen wat er gebeurd is. Ook gewoon voor haar ook, omdat zij nu heel jong is en al die operaties en andere dingen ondergaat. En misschien niet helemaal meekrijgt natuurlijk, maar als ze later groot is dan kan je het ook echt vertellen. En dan vraagt ze zich af, hoe kom ik aan het litteken, hoe is dat gebeurd? En dan kunnen we dat vertellen. Ik moet ook zeggen... Je krijgt ook een soort van dagboekje en dan kan je opschrijven. De verpleegkundigen schrijven op van, hè, zo kwam je aan, dit en dit en dit. Maar ik schrijf nu het hele verhaal op. Vanaf het moment dat we eigenlijk naar de huisarts gingen. Vanaf het moment dat jij met manke Frankie die... Het was best wel een... Het was best wel een gekke dag. Want we werden gebeld door de school van Frankie Dien. En de school vertelde dat Frankie Dien hard was gevallen met sporten of voetballen op straat. En echt zijn knie, dus ik moest hem komen ophalen. En
tegelijkertijd ging Nienke met Harley naar de huisarts omdat ze toch vond van, weet je, bloed in haar, uit haar mond, of niet bloed uit haar mond per se, maar tussen haar speeksel is toch gek. Dus ik had het gevoel van, oké, nou ja, ga jullie maar even naar de huisarts. Ik ga dan met Frenkie halen en ik ga Frenkie doen en dan ga jij naar huis als een ziekje zo thuis. Ik denk, ik zie je gewoon thuis. Niets was minder waar natuurlijk. Maar hoe, vertel, ja. Ja, bij de huisartsenpraktijk had ik een andere huisarts dan die dag ervoor. En die was eigenlijk, naar mijn idee, ja, heel adequaat. Omdat hij vond van, oké, ik zie niks, maar ik vind het niet comfortabel. Ik stuur je door naar de spoedeisende hulp. En die spoedeisende hulp wist dat ik eraan kwam. Dus op het moment dat wij naar binnen lopen, ik nog net niet de stoel verwarmd met mijn bibs, mocht wel weer uit de wachtkamer en door. En daar begint met één dame, één verloskundige. Niet verloskundige, toch? Al die in de spoedeisende hulp. Verpleegkundige. Ja, ja, ze noemen ze wel verpleegkundige, toch? Ja, toch? Die deed zo'n clipje op haar vinger om de zuurstof te meten in haar bloed. Maar ik heb geen verstand, saturatie, zo heet het, van hoe of wat en dit, dat. Ik weet alleen dat vanaf dat moment ging het heel snel. Er kwamen er nog een verloskundige bij, er kwamen er drie artsen bij. En toen dacht ik wel van, oh, oké, zijn ze nou in de war? Van, hè, waarom is ze dan oncomfortabel? Dacht ik, is het normaal al dat je meteen met van die lange witte jassen al direct erop? Of, nou, en toen merkte ik eigenlijk dat het heel snel, heel hard. Ja, hiernaast ligt ook een kleintje en die, ja, dit is de intensive care, dus je kan het ook wel spannend vinden voor andere kindjes die hier liggen. Maar dat kindje hiernaast, meisje, ook 4 maanden, die ook een hartoperatie gehad. Ja, de rest gaat even kijken. Jongens, echt. Dit, hier wil je niet verbranden met je kind. Of met een kind van je beste, of je zus, je vader, gewoon. Wow. Dus ik was een beetje van, oké, dit ziet eruit dat het gewoon heel serieus genomen wordt. Zo van, oké, fijn dat ze zo goed kijken. Maar ik kwam er ook heel snel achter van, of moet ik me zorgen maken dat zoveel mensen nu in één keer hier staan. 5 man, 6 man, 7 man, 8 man. Naar die andere kamer, want de kamer werd gewoon te klein. En voordat we naar die andere kamer gaan, kijk ik naar Brian en ik zeg, je moet nu rest bellen. Want nu heb ik het idee, zonder dat ze me echt hebben gezegd, het is heel kritiek. Ze hebben me gewoon gezegd van, de zuurstof is heel laag in het bloed en we willen weten hoe dat kan. Het is nu echt aan de lage kant, maar echt nog met de rust zichzelf, hè, hoe ze het brachten. Op het moment dat er 6 mensen rondjes om je heen rennen, kan iemand kalm praten, maar jij denkt wel, iets is niet goed. En toen werd jij gebeld. Ja, dus ik werd gebeld en ik ging naar het ziekenhuis. Maar het gekke was dat toen ik aankwam in het ziekenhuis, toen... Bij de spoedeisende hulp. Bij de spoedeisende hulp. Toen moest ik de naam doorgeven. Toen werd ik meteen geleid door een meisje. En we liepen dus door over de gang. En ik zag een kamer. En in die kamer zag ik echt allemaal mensen in en uitlopen. Allemaal met jasjes en dingetjes en doen. Dus ik denk, oh, dat is heel druk daar in die kamer. Maar we gaan nu naar de kamer waar mijn dochter en mijn vrouw zijn. Maar niet wetende dat we gewoon naar de kamer gaan waar al die mensen in en uitlopen. En dat vergeet ik nooit meer. Je komt gewoon een kamer binnen. En dan zie je je dochter van 2 maanden liggen en dan zit er echt, ik weet niet wat ik meer, je ziet gewoon zoveel mensen met je dochter bezig om haar heen. Het was geen chaos, maar ik noem het chaos voor mij. Die artsen wisten precies wat ze deden, maar voor mij, 17 mensen die met elkaar communiceren, allemaal apparaten, piepjes, dingetjes, dat ik denk van, slangetjes, wow, wacht even, mijn dochter ging naar de huisarts voor een controle en nu zijn jullie hier, wat is dit? Hoezo? En toen was ik er en ze lag daar en ze waren echt heel erg druk met haar bezig. Allemaal metingen, maar terwijl ze bezig waren, hadden ze ook gebeld met een specialist van de kinder-IC in het AMC. En die kwam met de traumaambulance naar het ziekenhuis waar we waren. En terwijl die onderweg was naar ons, waren ze wel echt bezig met zuurstof laag. Want toen Harley binnenkwam, had ze gewoon 20% zuurstof, hè? Ja, dat heb jij geregistreerd. Ik dacht alleen maar, ik hield mijn dochter vast en ik bleef dichtbij haar. En ik was het zo niet bezig. Ik dacht alleen maar,
Ik ben hier. Ik merk trouwens wel dat nu ik er vaker over praat, dat ik er... Makkelijker. Ja, ik zeg niet nog steeds heel makkelijk, maar makkelijker. Beter. Ja. Maar toen ze was 20% zuurstof had ze op en toen waren ze echt bezig met allerlei dingen. Wat wilden ze doen zo in de keel? Ze wilden iets aanleggen, dat ze een buisje dat voor beide stemmannen ging, maar tot in de longen, om haar zuurstof toe te dienen, daar extra zuurstof te krijgen. Ja. Nou, dat moesten ze dus doen en ik stond op dat scherm, ik had haar zo vast met mijn handen en ik dacht, ik kijk niet naar het scherm, want ik zie gewoon ze met een cameraatje natuurlijk en ik dacht, ik kan dit niet aanzien gewoon. Ik wilde niet weg, ze zeiden ook, als je jullie lieve staat en ik dacht, jawel, ik wil hier staan. Ze moet me voelen, horen en ik kijk naar rechts en ik zie jou met tranen in je ogen en me aankijken. Ik zeg, nee, wat is dit? En ik kon je gewoon geen antwoord geven. Ik zeg, schat, dus, gewoon even nu hier. Ik kwam niet uit mijn woorden. Ik dacht, poeh, het is te veel. Maar ik ben hier nu, we zijn hier nu, dit moeten we nu gewoon doen. Maar ze hebben haar dus, ik heb haar geroepen. Ja, ja. Ze hebben haar dus redelijk stabiel gekregen, of in ieder geval om het te vervoeren naar het AMC, de kinder-IC. Dus met gierende banden met die trauma-ambulance richting kinder-IC. En daar gingen ze dus een specialist, cardioloog, wilden ze daar een echo laten uitvoeren. Precies, dus die naar kinder... Boven, ja, dus, oh nee, vertel jij maar. Ja, naar boven gegaan en meteen kijken. En oké. Was denk ik 7 minuten met die echo en toen was het eigenlijk van oké, is goed. Ze waren wel echt een beetje aan het zoeken, dus iets langer dan 7 minuten, maar ze waren wel echt bezig met echo. Maar het was wel zo van, het was wel snel geconcludeerd. En voor dit weet wordt je kamer ingeroepen. Of vragen ze of je kamer meegaat, natuurlijk niet geroepen. En dan heb je een gesprek en dan zeggen ze... Uw dochter is heel erg ziek. Ze heeft een geboren hartafwijking. We moeten nu handelen. We willen heel graag een tekening maken met wat er aan de hand is met haar hart. Maar we willen liever het overstaan en meteen actie ondernemen. Dat ze naar een ziekenhuis gaat waar ze specialisten hebben. Die gespecialiseerd zijn in kinderoperaties. En daar hebben ze ook een kinder-IC. Voor hartoperaties. En wij zaten zo. En toen was er een andere arts. En die zei, we willen wel even benadrukken dat u goed moet realiseren dat uw dochter ernstig ziek is. En dat er een kans bestaat dat ze komt te overlijden. Ja, nou dan... Dan weet je gewoon niet wat je eigenlijk stopt je wereld, je eigen toevoer. Ik heb nooit zoveel gehaald. Zo. Als in de afgelopen 24 uur. Daarom dat ik zeg dat dit ook een soort van therapie is. Zo over praten. Dus dat. En toen gingen we... Jij ging met de auto. Ik ging met de auto naar het ziekenhuis en Nienke met een trauma ambulance. Geleid, dus een beetje voren aanreden, 2 motoragenten en nog een losse politieauto om maar die weg vrij te krijgen, want het was best wel spits en druk en weet je, iedereen is op de weg rond dat tijdstip, om maar gewoon aan de kant, lichten, sirenes, waar ik ook keek, alles had sirenes en geluid en ik was alleen maar met mijn ogen dicht en ik keek af en toe en dan zag ik die arts en het ambulanceverpleegkundige met elkaar van een beetje van die gezichten trekken van doe me dat omhoog, dat omlaag, oké, ze zeiden wel van oké, dit is stabiel, maar het was wel van dit is stabiel, maar het is niet relaxed, het is helemaal niet de goede waarde, dit is niet gezond voor zo'n jong kind. En ik dacht, Nien, hou je ogen dicht en ik probeerde mijn voorstelling op te dreunen, maar niet eraan te denken en ik was alleen maar bezig met een grote bal met energie in het universum, de kosmos. Maak het in je hoofd en stuur het naar haar lichaampje. Nou, en het waren de langste 30 minuten van mijn leven, kan ik je vertellen. De allerlangste minuten van mijn leven. Daar weer echo maken. Eigenlijk de conclusie wat het was, maar ze moeten goed kijken. Omdat ze ook wilden weten of die luchtwegen vrij waren. Want ze wilden niet dat het een infectie was en dat je dan daarom zo slecht het zuurstof. Je moet precies weten wat er is. En zodoende meteen een plannetje gemaakt. Dit gaan we doen. Wel die tekening gekregen. Wat er scheelde precies. Linker rechterkamer sluit niet goed af, dus er komt gewoon vernauwing van de hart, longslagader. Je hoort veel medische termen. Die tekening hielp enorm goed. Door die tekening waren we wel van oké, nu snappen we wat er is en wat er moet gebeuren. En eigenlijk proberen te stabiliseren, wat aardig lukte. Ze was heel stabiel. Totdat het de nacht ingingen en eigenlijk zo rond 3 uur, 3:30 was het van oké, ze zit nu in een dipje en ze komt er niet zo lekker uit. En ze zakte nog verder in die dip en toen wilde ze eigenlijk dus, wat ik vertelde over die
die toegang verbreden voor dus, ja, medicijnen. En toen was het van nee, spoedoperatie, bel maar uw partner. Nou, toen kom jij. Toen kom ik. Toen kom jij. En toen was er een operatie. Ja, jij kon niet meer een kusje geven, dat heb ik toen gedaan. Mm-hmm. En toen moesten we wachten en dat vond ik een hele lange zit. En nu sinds eigenlijk de operatie is, we hebben veel... Meer rust. Valt er een soort van last van onze schouders? Als het gaat om instabiliteit, ze is gewoon stabiel, ja. Ze doet het goed. En nu aansterken in een verjaardag grote operatie. Ja. Binnen een jaar. Maar voor nu gewoon is dit. Ja, echt. Ik kijk er echt per dag en... Maar we hebben dit al heel veel besproken met elkaar. Echt van wat is er dus gebeurd? Momenten. Je vrienden bellen, je dichter, je familie bellen. En iedereen het verhaal. Dat werkt ook wel. En veel mensen die reageren dat ze ook iets hebben. Dat ze het ook hebben meegemaakt met de kinderen of zelf. Dus dan merk je opeens van oh. Het is veel meer dan wat wij bij stilstaan. Ja. Maar wat gingen we? We gingen even googlen. 1 op de 100 kindjes worden geboren met een hartafwijking. Ben je totaal niet meer bezig als je gezonde kinderen hebt. En ik hoorde het ook niet. Ze is nu een hartekind, dat zeg ik. Nou. Dat noemen ze zo. Een hartekind. Van die stichting ook, toch? Oh, nou. Je bent bij de club. Zo, even slijm. Ja. Dat af en toe ook bij haar, hè. Wordt er het slijm weggehaald. Want ze slikken natuurlijk niet. Ze worden... Oeh. Is niet relaxed, jongens. Echt. Nee. Zo jong en dan... We zitten op een afdeling met alleen maar jonge kinderen van harde leeftijd, jonger, ietsje ouder, maar allemaal jonge kinderen. En dan merk je, dat is zijn, ook als je bij het Emma ziekenhuis bent, loopt, en ook hier weer, dan denk je echt... En wij zitten gewoon zelf in nu, hè, met onze eigen dochter, maar dan merk je gewoon van... Oh. Het leven is echt... Het is niet vanzelfsprekend. Maar jij bent wel een sterke vrouw, dat heb ik je ook gezegd en dat wil ik gewoon echt wel zeggen. Ik vind je echt een sterke vrouw. Dankjewel. Dat zei Resti net ook. Echt gewoon heel sterk. Ja, ik wist het af en toe niet hoor. Ik ging echt in een volledige overlevingsmodus. En natuurlijk, ik heb ook gehuild. En ik moet zeggen, als jij er niet was vannacht in dat ouder zitkamertje, heb ik het even heel zwaar gehad. Maar ik ging meteen, jongens, ik dacht, je mag even eraan toegeven en voel het maar die emotie. Maar ik opende meteen mijn meditatie app en ik zie... Into the trance or out of this trance of whatever, puntje trance. Ik denk, ik moet nu in trance. En ik ging mijn hele lichaam ging ook tintelen. Het leek alsof toen ze geboren werd, dat ik een beetje in shock was. Van, wow, koud, wat gebeurt er nu? En dat gebeurde ook. Ik ging echt in een soort van lijpe meditatie. En ik dacht alleen maar, kosmos, dit is het moment om je kracht te bundelen. Nou, ik denk ook gewoon dat de artsen heel goed hun werk hebben gedaan, maar... Mijn manifestatie heeft bijgedragen. Ik blijf bij. Dus. Waarom piept het nou de hele tijd? Dus maar... Oh, dat is vanwege dat slijm wat ze net heeft weggehaald. Dat is nog wel iets. Hier op de intensive care. Alleen maar piepjes. En bij elk piepje zit je als ouder gewoon weer rechtop. En dan kijk je van, komt er nog iemand? Of moet ik zelf even aan de knoppen zitten? Dat gaan we niet doen. Nee, maar je bent wel van elke keer weer als je geluidje op een rood lichtje. Ja, zit relaxed jongens. Maar tot zover de update. Zo, hier prullenbak, veel geluid. Dit is ideaal. Je kan zitten als je wil. Heb ik niet gedaan. Maar iedere dag gewoon een douche en deo en... Zweet tussen je tenen weg kunnen. Dat is heel fijn. Update. Ze is van de beademing af. Oh jongens, ze is van de beademing af. Wat een zegen. Ze doet het echt heel goed. Ik vind het gewoon een beetje spannend om zo enthousiast te zijn. Ik denk dat jullie wel kunnen begrijpen dat je zo zegt van... Oh, ja, kan het echt? Die. Maar ik denk ook, ze is sterk. Dit is al wat ik de hele tijd zeg in mijn hoofd. Al lag ze er helemaal niet goed bij natuurlijk. Hier gisteren, maar ik heb nu zoiets van... Vertrouwen. Ze is echt sterk. Ze mag van de beademing af. Als ze zo goed door blijft gaan, mag ze misschien al zelfs naar deze afdeling, de kinderafdeling. Poepie, doe even je speen uit, omdat die valt. Dan krijg je hem zo weer terug. Hier, dan heb ik hem hier voor je toe.
kijk, daar komt ie. Oh, goed. Extra dekje als je wil. Super laat, dus ik wil het kort houden. Wat een fijne dag. Lekker met de kleine Harley gezeten. Mogen we vasthouden. Het was echt heel goed. Ze doet het ook grotendeels allemaal zelf. De medicatie wordt steeds meer afgebouwd. En als het zo doorgaat, mag ze heel snel van de IC af. Iedereen bedanken voor zijn lieve berichtjes, woorden, hartverwarmende, meelevende mensen om ons heen, of ik ze nou ken of niet. Ik voel echt dat jullie al jullie energie sturen, positieve kracht deze kant op gooien. Ze doet het echt heel goed en ik ben heel dankbaar. En dank jullie wel voor jullie liefde online.